Hi, ik ben Sebastiaan en dit is de Nieuwsflits. En vandaag gaan we het hebben over Ed Sheeran en zijn inzamelactie. Maar dat doe ik niet alleen, maar samen met... Iman. Nou Iman, ken jij Ed Sheeran? Ed Sheeran ken ik, inderdaad. Jij ook? Ja, ik hoor hem wel eens voorbij komen op de radio. Ik weet hoe hij eruit ziet. En voor de rest weet ik dat hij muzikant is en af en toe een rolletje heeft in de film. Maar hij heeft wat goeds gedaan, hè? Dat is mooi. Naast muziek maken ook nog wat goeds gedaan. Lekker. Ja, hij heeft geld opgehaald voor je kinderen. En hoeveel? 570.000 euro. Dat is een aanzienlijk bedrag. Ja. En weet je ook waarmee hij dat dan heeft opgehaald? Of heeft hij gewoon... Nou, hij heeft zelf spullen verkocht van zichzelf. Ja. Maar ook heeft hij geschilderd. Wist jij trouwens dat hij kon schilderen? Die jongen kan alles, hè? Ja. Ik wist het niet, maar ongelooflijk. Ja. Nee. Maar 570.000 euro dus. Ja. En waar gaat dat geld naartoe? Dat geld dat gaat naar Stichting Kinderen met een beperking. Of die lang ziek zijn. Dus okay. Dat is echt wel een goed doel. Sympathiek ja. Doel. Zeker. En wat gaan zij dan met het geld doen? Weten we dat ook? Nou, ze gaan onder andere speeltuinen bouwen. En dat soort dingen gaan ze ermee doen. Dus ze gaan dus ook wel echt dat kinderen die met een rolstoel hebben bijvoorbeeld, kunnen dan ook naar een speeltuin. Oh, dat soort dingen. Ja. Heel leuk. Ik vind het wel altijd een hele sympathieke gast. Ja, als je hem ziet, hij kan goed zingen en hij werkt veel samen. Dus ik vind het altijd wel leuk, maar wel tof. Ja. Ja. Ken je een nummer van hem? Ik moet eerlijk bekennen, ik kan geen één titel nu opnoemen. Heel eerlijk gezegd, nee. Het is heel erg. Als ik het hoor op de radio, zeg ik van, oh, dat is Ed Sheeran. Maar... Weet jij wel een paar nummers van Ed Sheeran? Shape of You. Aangezien ik geen één nummer kan noemen en jij in ieder geval één titel kan noemen. wat zou hij moeten spelen als Ed Sheeran een huiskamerconcert zou geven? Nou, als hij bij mij een huiskamerconcert zou geven, dan zou je gewoon zeggen, doe maar Shape of You. Ja. En dan nog een keer. Ja, nee, ik voor de rest weet het niet. Heb je nog een ander nummer? Ja, zoiets. Ik denk dat het zo gaat worden. Maar ja. Dit was weer een Hallo Thuis Nieuwsflits. Bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren en een reactie achter te laten en een dikke duim te geven. Tot de volgende keer. Ahoi!